Oh mijn god, jongens. Ik heb gewoon een beetje tranen in mijn ogen hiervan. Kijk hoe tof. Ik heb mijn nieuwe iPhone. Boodschappen hier al. En wat heb jij net met papa gehaald? Taartjes, hè. Goedemorgen. Het is maandag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit natuurlijk weer boven. Het is maandagochtend, mijn werkdag. Ik heb net de vlog geëdit en die staat ingepland voor straks. En verder ga ik even knallen. Oké, ik heb zojuist bij de postding de dozen opgehaald. Ik heb hier de dozen opgehaald. En ik kan dus nu gaan pakken. Alle pre-orders zitten hier hopelijk in. Dus ik ga alles even uitstallen en dan alle bestellingen pakken. Oké, er kwamen even veel dingen tussendoor. Maar ik heb hier mijn spullen allemaal uitgestald. Ik heb alle pakbonnen, alle labels, verzendzakken en de broeken. Dus we gaan nu inpakken. Yes, de pakketten zijn ingepakt. Allemaal net op tijd klaar, want er werd iemand wakker. Wij gaan even koffie. Ik vertelde, nee, dat heb ik denk ik daaruit geknipt. Maar we hadden vorige week een afspraak, een bezichtiging voor een pand. En we zijn net gebeld dat ons plan is goedgekeurd. En we hebben gewoon een pand. We gaan een restaurant beginnen. Dit is onze droom. Mama. Ja, schat. Ik ben even helemaal. Maar we hebben een pand! Eén goeiemorgen is het nog. Het is inmiddels 11 uur. En ik rijd net weg bij een afspraak in Zeist. Hallo! Ik heb echt geen idee of ik hier al gevlogd heb. Ik ben namelijk via stories op Instagram van Le Mem aan het meenemen van vandaag. Dus het is allemaal een beetje door elkaar. Ik ben in ieder geval vandaag weer in Tilburg, productiedag. Ik heb net bij Nens al heel veel samples doorgepast en aanpassingen gedaan. Ik ga even naar België, omdat daar een pakket voor Beat geleverd is. In België stond het tussenpersoon. Dus dan is het sneller en dan kan er meteen een pakket weer naar de klant. En dat ga ik nu even tussendoor doen. Ja, doe maar. Wij zijn hier lekker bezig. Ben staat erachter ergens. We hebben heel veel doorgenomen. Samples doorgepast. En er komen hele toffe dingen aan. Kijk hoe tof. Als eerste test. Het is inmiddels 4:15. En ik ben onderweg naar huis. Ik moet nog een uurtje. Dus ik ben al even onderweg. En het was weer zo'n heerlijke dag vandaag. Van PostNL die nog steeds niet gezorgd is. Die is al anderhalf week onderweg. En er zat een bestelling voor een klant in die met een spoedje had besteld. Zodat ze die voor dit weekend voor een shoot kon gebruiken. Dus die hadden we al tussendoor gepland. En die was vorige week dinsdag al klaar. En vorige week woensdag is verzonden na ruim op tijd. Dat pakket wordt dus maar niet bezorgd. Super balen. Dus Nens heeft gisteren die broeken opnieuw gemaakt. En die ben ik dus net halverwege gaan brengen. We zijn elkaar tegemoet gereden. Zodat ze dus vandaag zeker weten had. Ja, goed gedaan. Ik ben net weer terug. En ik heb mijn nieuwe iPhone 12. Pro Max.
opgehaald. Zo, ontzettend blij mee. Oeh, oh, wacht. Kijk! Ja, wacht nog maar even weer zo. Kun je het puntje tekenen? Jess is hiernaast me lekker aan het kleuren. Oh, kijk nou. Woehoe. Is hem. Zo ontzettend gaaf. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Verder net boodschappen besteld bij de Appie. Die worden morgen vroeg al bezorgd. Er was nog plek, super chill. En ik heb even wat grote flessen drinken en wat lekkers en zo. Nou, het is inmiddels 4:15. Ik heb net echt, ik denk, 5 wassen weggewerkt die opgevouwen moesten worden. Had ik een beetje laten versloffen deze week. En Jess is weer lekker wakker, die heeft een goede middag dut gedaan. Ik heb mijn werkdingen af die echt af moesten. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Oké, Jess ligt op bed. Het is inmiddels 8:00 geweest. Ik heb nog steeds echt zo'n jeukend hoofd. Nou, kort Jess wel nog. Zij krijgt in ieder geval voor haar verjaardag van ons die fiets. Die hebben we donderdag opgehaald. En die vindt ze dus zo leuk dat die de hele dag in de woonkamer moet staan. En ze de hele dag ermee bezig is. Dus we vinden het een beetje zielig om hem apart te houden nu. Dat ze hem echt pas dinsdag krijgt. Dus we dachten misschien doen we dan gewoon maandagavond er alsnog even een papiertje of zo omheen. Maar ik heb ook nog een paar kleine extra cadeautjes voor haar gehaald. Dat is toch leuk dat ze iets uit te pakken heeft. Dus dat heb ik bij de HEMA besteld. Zo, dat is in ieder geval ingepakt. Dat ga ik even apart leggen. Ben je aan het werk? Ja. Heb je ook de camera aangezet? Ja. Oh, goed voor jou. Goedemorgen, het is... Even laten staan, hè. Het is zaterdagochtend. En we hebben vanochtend om 8:00 hadden we de boodschappen hier al. En wat heb jij net met papa gehaald? Taartjes, hè. Want we gaan jouw verjaardag vandaag wel een beetje vieren. We hebben het weekend lekker opgesplitst. Dus we krijgen vandaag een beetje visite. Morgen een beetje visite. Maandag is opa jarig. En dinsdag ben jij jarig. Eén groot feest. En woensdag mag je op schooltje trakteren. Pas op mama is je koffie staan. Dus we gaan vandaag lekker een gezellig, rustig dagje hebben. Mau en Jess hebben ze een lekker taartje gehaald. Vinden ze gebakjes. En we gaan vandaag gewoon lekker relax doen. Hiep hiep. Hoera. Het is dat. Nou, dat was echt een leuk ochtendje. Jess die heeft... half taart gegeten, ze houdt helemaal niet van taart. En het was gezellig, ze heeft een superleuke cadeautje gekregen. De broer van Maudie was even langs gekomen. En ik heb echt zo'n jeuk. Iedereen is weer naar huis, Jess die ligt lekker op bed te slapen. Maudie is aan het werk, die is dus door even naar huis gekomen. En die heeft een mega drukke avond. Verder ben ik nu even wat werkdingetjes aan het doen voor home. Kijk wie er weer wakker is. Na ruim 2 uur slapen. En wij bedachten net om nog een taartje te eten. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Kijk. Wat is dat? Taart. Gaan we die eten? Met de vruchtjes? Oeh. Kom. Mama pakt even een bordje. Blijven zitten. Nee. Pak maar deze. Gaan we samen de bank opeten?
Gaan we samen op de bank? Hallo. Kom. Loop naar de bank. Neem je speelgoed mee? Oh. Goed zo, schat. Lekker nog een taartje eten, want het kan. Even met Mau mee inkopen doen. Moet ook gebeuren. En zo zijn we toch nog even een beetje samen. Dus Jess zit hier in de car en we lopen hier even wat boodschap te halen. Zo, toen was het alweer 5:30. En mijn vader is net weg. Het was een lekker middagje. En we hebben nog lekker leftovers van de borrelplanken die Mau heeft gebracht vanmiddag. Dus Jess en ik zitten dat nu lekker nog van te smikkelen, hè? Helemaal top. Nou jongens, dit was hem weer. Mau die is nog even een bestelling hier in de straat aan het ophalen. Dus die komt zo thuis. Ik heb nog even een cadeautje ingepakt. Want er is morgen iemand jarig. En verder ben ik nog even wat werkdingen aan het doen. Moet ik zo met Mau nog eventjes een bespreking voor morgen voorbereiden. En dan ga ik lekker op tijd met mijn bed in. Dus ik ga de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. En kijk volgende week zeker weer. Want dan hebben we een hele leuke aankondiging. En gaan we meer vertellen over het pand waar we in gaan zitten. En ga ik daar een kijkje in geven. Dus vind je dat leuk? Kijk zeker volgende week weer. En vergeet je niet te abonneren hier beneden. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's. Dus doe een duimpje omhoog. En ik zie jou volgende week weer. Doei doei!